Ja, driemaal is scheepsrecht. Dit is de review van de nieuwe Galaxy S21-serie. Even lachen jongens. Hoi, ik ben Marijn van Bright. Welkom bij de review van de belangrijkste toestellen van Samsung van dit jaar. Namelijk de Galaxy S-serie. Dit is de finale. We gaan helemaal los. Oeh! Ik heb een kleine week met de S21 en de S21 Ultra geleefd. Nou ja, vooral met S21 eigenlijk. Die heb ik heel veel gebruikt. De S21 Ultra heb ik vooral gecheckt op zijn foto- en videokwaliteiten En op het scherm natuurlijk. Maar daarover vertel ik straks meer. Zoals je ziet heb ik de S21 Plus dus niet. Maar goed, die wijkt ook niet heel veel af van de gewone S21. Behalve dat het scherm wat groter is: 6,7 tegenover 6,2 inch. En dat daar een ultra wideband chip in zit. Waarmee je misschien in de toekomst wel je auto's kan openen. zonder dat je een sleutel bij je hoeft te hebben. En veel makkelijker spulletjes kan terugvinden. Uh, David, die gaat binnenkort de Galaxy SmartTags. die ook zijn aangekondigd, testen. in combinatie met de ultra wideband chip. Want hij is namelijk altijd heel veel spullen kwijt. Dus dat laat ik lekker aan hem over. Wil je die video nou niet missen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. Zet die bel aan. Dan mis je ook David's video over de SmartTex niet. Eerst de S21. En wat een fijn toestel is dat. Hè? Op geen enkele manier eigenlijk opvallend. Behalve dan als je hem in deze kleur neemt. Maar in andere kleuren veel minder opvallend. Ik vind hem mooi. Hij ligt lekker in de hand. Hij is stevig ondanks de plastic achterkant. En ik ben heel erg blij met het platte scherm. Want hoe chic een afgerond scherm ook is, het is toch ook onhandiger. Soms activeer je per ongeluk dingen. Of je kan ergens net niet bij wat helemaal aan het randje zit. Nee, geef mij maar gewoon zo'n plat scherm. Verder is hij licht. De vingerafdrukscanner is wat groter geworden. En dat is heel fijn. En ook wat sneller voor mijn gevoel in ieder geval. Sowieso is het toestel razendsnel. De enige keren dat ik heb gemerkt dat hij het een beetje moeilijk had. was als ik 8K video ging opnemen. Dat zie je hier. Dan gaat hij echt wel een beetje lopen haperen. Het is net alsof je hem dan wakker moet schudden of zo. Nadat je eerst hè, bijvoorbeeld nieuws hebt zitten lezen. en wat appjes hebt zitten beantwoorden. Maar verder is het een toestel waar je je heel snel heel erg thuis bij voelt. De Ultra, dat is echt een ander verhaal. Zeker in het zwart. Het is net een pistool wat je uit je broekzak haalt. Hij is wat minder lang en minder breed dan vorig jaar. Maar wel zwaarder en dikker. In dit geval, ja, jammer van die afgeronde hoeken nog. Maar ik vind het ook wel een logische keuze. Want daardoor voelt het toestel minder lomp. dan dat hij in werkelijkheid is. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld van de iPhone 12 Pro Max. Ja, die is helemaal plat. Dat is echt een soort van skateboard wat je hebt. En ja, die voelt gewoon lomp aan. Dat heb je bij dit toestel. Ondanks de grootte, niet. Alle S21's draaien natuurlijk op Android 11 en komen met One UI 3. De laag die Samsung over Android heen legt. En dat One UI 3, ja, ik vind het er wel mooi uitzien. Het doet me ergens denken aan iOS. Maar aan de andere kant is het ook wel weer typisch Samsung. En waar je een paar jaar geleden af en toe nog kon denken, oh nee, al die opties, ik word er helemaal gek van. En dat gevoel heb je niet meer. Je bent hier vrij snel in thuis, moet ik zeggen. En al die opties zitten er trouwens nog wel in, maar die zitten heel erg verstopt in minuutjes. Weet je hoe lang ik moest zoeken om bijvoorbeeld deze, ken je die nog, uh, op te zoeken? Als dus je twee keer drukt, de one-handed functie, zodat je met één hand toch je Note Ultra kan bedienen. Ja, hij zit er gewoon nogal in, maar je moet even wat dieper graven in de menu's voordat je erbij bent. Een ander groot voordeel van uh, One UI 3 is trouwens dat je het scherm links van je hoofdscherm, dat je daar ook de Google Newsfeed kan krijgen en dat je niet meer vastzit aan Samsung Free bijvoorbeeld. Google News Feed heeft vaak een betere selectie van nieuwsberichten dan dat Samsung dat had. Ja, en dan het scherm van de S21. We moeten het er toch over hebben, omdat die resolutie nou eenmaal naar beneden is gegaan. Maar joh, ik heb het echt niet gemerkt in die kleine week dat ik ermee heb rondgelopen. Ja, als je er echt bovenop gaat zitten, dan kan je het af en toe zien. Maar op een gewone normale afstand heb je daar echt helemaal geen last van. En geef mij dan maar gewoon een hoge, variabele refresh rate. Kijk bijvoorbeeld naar deze video die ik heb gemaakt. Het verschil met de S20 op QHD resolutie met 60 Hz en de S21 op Full HD resolutie met die variabele verversingssnelheid. Nou, ik weet wel welke ik zou kiezen. Wil je per se een hoge resolutie en een hoge verversingssnelheid, dan moet ik je bij Samsung doorverwijzen naar de Ultra. En als je dan die S21 Ultra in je handen hebt, dan zul je zien dat hij behoorlijk stukje feller kan dan de Ultra van vorig jaar. Verder is het scherm gewoon prachtig qua kleuren. En die verversing, die variabel is van 10 Hz naar 120 hertz. Daar merk je eigenlijk helemaal niks van. Hij doet dat echt heel erg goed. Je ziet nergens dat hij hem opschaalt of zo. Het scherm is gewoon strak en soepel als jij wil dat het strak en soepel is. En wat ook fijn is en wat je niet moet vergeten, was vorig jaar ook al zo, is dat er echt een lekker geluid komt uit die speakers. Ja, dan de camera's en daar zijn de verschillen tussen de S21 en de 21 Plus die dezelfde camera setup hebben en de S21 Ultra natuurlijk best wel groot. En ondanks dat de S21 en de S21 Plus qua hardware niet per se andere camera's hebben dan vorig jaar, ga je wel zien dat de foto's die uit de S21 komen rollen er anders uitzien dan die van de S20. Ik zal de S21 vooral vergelijken met zijn oudere broertje en af en toe pak ik er ook een fotootje bij van de iPhone 12 Pro en de Ultra om de verschillen te laten zien. Laten we eens beginnen met dit mooie bootje hier. En de S20 en S21 maken redelijk vergelijkbare foto's, maar bij de S21 ziet het allemaal net wat scherper uit met meer contrast. Het is wat crispier, zou je kunnen zeggen. Ik heb de S20 foto even bewerkt met een paar sliders, gewoon even een paar dingetjes aangepast en dan krijg je in principe dezelfde foto. Maar het gaat dus om de software die ervoor zorgt dat de S21 er een betere foto uithaalt. En ook met de rekenkracht, denk ik, die in de nieuwe processor zit die Samsung in die toestellen heeft gestopt. Ja, die software die kan je overzetten ook op de S20 natuurlijk met een update. Maar die rekenkracht, ja, die krijgt die S20 natuurlijk niet meer. Ook bij de groothoeklens zie je wel degelijk verschillen. Check de lucht bijvoorbeeld en de golfjes op het water. Daar is echt vooruitgang geboekt. En ook bij de foto's die ik heb gemaakt met de telelens zie je diezelfde verschillen. In het donker zie je wat verschillen in kleurwarmte. De S21 geeft meer details bij de hoofdcamera. Maar bij de tele, vind ik het plaatje van de S20 eigenlijk weer mooier. Op de brug heb ik de S21 even vergeleken met de iPhone 12 Pro. En bij de ultra-wide wint dan de S21. Maar de hoofdcamera van de 12 Pro presteert dan wel weer beter dan de hoofdcamera van de S21. Iets waar ik me aan erger bij de Samsung-toestellen in de nacht is dat je die nachtmodus. Regelmatig zelf even aan moet zetten. En dat dat dus niet automatisch gebeurt, zoals op iPhones gebeurt, bijvoorbeeld. En heel vaak doen die Samsung's het wel goed, maar soms ook niet. En dan mis je dus momenten. Kijk bijvoorbeeld naar dit plaatje wat ik met de Ultra maakte. Nou ja, stel dat het een heel leuk moment was geweest, had ik mijn foto gewoon niet gehad. En met deze misser komen we uit bij de Ultra. Met zijn nieuwe ISOCELL HM3 108 megapixel sensor. Die 64 keer meer kleuren zou moeten vangen. En veel betere prestaties zou moeten leveren bij slecht licht. Dan moet je eens kijken naar deze foto's van de S21 Ultra, de iPhone 12 Pro en de S21. En hè? De Ultra lijkt het gewoon minder goed te doen, toch? Of, of zie ik dat nou verkeerd? Nou ja, laat het maar weten in de comments als ik het verkeerd zie. Overdag, om heel eerlijk te zijn, zie ik niet zulke enorme grote verschillen tussen de hoofdcamera van de S21 en de S21 Ultra. Maar als we gaan zoomen, ja, dan komt de kracht van de Ultra echt naar boven. Want vergeet niet, ja, die S21 die heeft eigenlijk maar 1,1 keer optische zoom en de rest is digitaal. Hybride noemen ze dat dan. Terwijl dit toestel heeft drie keer optisch en tien keer optisch. Dan krijg je dus een veel scherper plaatje al gewoon om mee te beginnen. En nog iets leuks. Je kan de Ultra-Wide ook als macro lens gebruiken. De laserautofocus van de smartphone herkent wanneer je dicht op iets zit. En stelt de ultra dan zo in dat zelfs de kleinste mosjes zich laten fotograferen. Ja, en dat maakt dit toestel toch wel een ultra toestel. Dat je een foto kan maken van het mosje wat zich vlak voor je neus bevindt, maar ook van een graffiti die zich honderden meters verderop bevindt met die 100 keer space zoom. Ja, dat maakt dit toestel uniek. En nog steeds zo die Space Zoom, ja, die is wel iets verbeterd. Maar die ga je echt niet heel veel gebruiken. In ieder geval niet die 100 keer. Die 30 keer, ja, die is ook wel echt een stukje beter geworden. Dat zijn plaatjes die je zou kunnen delen op social media. Maar waar ik het meest fan van ben geworden is die 10 keer optische zoom. Check even dit videoclipje wat ik heb gemaakt. Waarin ik tussen alle lenzen switch in de Director's View. Ook nieuw trouwens. In die modus kan je tijdens het filmen alle camera's kiezen en aantikken. En dan switch die daar naartoe. En dan zie je nu bijvoorbeeld die vlag boven op die molen. Ja, dat is toch een prachtig plaatje. En dat komt dan uit een f***ing smartphone. Sowieso ben ik qua video echt wel fan geworden hoor van die Ultra. Maar ik ga er niet al te veel over zeggen, want mijn collega Erik gaat nog een uitgebreide video maken over de foto- en videocapaciteiten van de Ultra. Ook in vergelijking met de iPhone 12 Pro Max bijvoorbeeld. Wil je die video nou niet missen? Je raadt het al. Abonneer je, zet die bel aan. Dan mis je die video niet. Stiekem wil ik toch nog even drie dingen kwijt over video. Ten eerste dat 8K en dat hij dan gaat haperen. Ja, dat heb ik in het begin al gezegd. Maar ik wil nog even duidelijk zeggen dat dat geldt voor de Ultra en voor de S21. Dus voor allebei de toestellen. En dat 8K, dat zou vooral briljant zijn dat je gewoon kan gaan filmen en dan foto's kan uitknippen. Maar dat foto's uitknippen is echt onwijs veel moeite vind ik. Ik vraag me af hoeveel mensen dat gaan doen. Dus ik zou me daar niet op vastleggen. Het tweede wat ik kwijt wil is dat de autofocus, die laser autofocus die in de Ultra zit ingebouwd, wel echt goed zijn werk aan het doen is. Check bijvoorbeeld deze video die ik heb gemaakt. Ik heb echt de lamp in mijn huis even gedimd. En dan focussen we even op het plantje. Ik beweeg de camera een beetje en dan legt hij mooi de focus naar voren toe. Ja, ik vind dat hij dat echt knap doet. En verder vind ik single take of in het Nederlands enkele opname nog steeds heel erg leuk. Ja, volgens mij is dit wel een leuke plek om single take uit te proberen. En daarmee uh, druk je één keer op de knop, maak je telefoon een filmpje. En daarna kiest hij door middel van kunstmatige intelligentie allemaal leuke ja, boomerangs eruit, of gifjes, foto's of korte filmpjes. Nou, gaan we proberen. Yes! <laughs> Ja, Samsung is dit jaar een beetje van zijn geloof afgestapt om al zijn toptoestellen vol te proppen met de laatste specificaties. Dat voorrecht heeft eigenlijk alleen de Ultra nog. De S21 en S21 Plus zijn eigenlijk hele bescheiden toestellen. Dit jaar is dus wel het jaar dat de concurrentie er overheen kan klappen met de specs, de specificaties. Ja, maar wie anders dan wij nerds checken die specificaties nu echt? Samsung denkt dat het straffeloos dingen kan weglaten. Hè? Zo kan je het geheugen niet meer uitbreiden met een SD-kaartje. Zit er geen oplader meer in het doosje. Zit er geen oordopjes meer in het doosje. Uh, de S21 en S21 Plus hebben een lagere resolutie scherm. De S21 heeft zelfs een plastic achterkant in plaats van een glazen achterkant. En de Ultra kan niet meer snel laden met 45 watt, maar alleen met 25 watt. En ik denk ook echt dat Samsung ermee weg gaat komen. Want die S21 is voor heel veel consumenten. Een perfect toestel. Dankzij die lage resolutie in het scherm en die variabele refresh rate gaat de batterij bijvoorbeeld gewoon de hele dag mee. Verder krijg je natuurlijk niets spannends, behalve het design misschien, wat nogal heftige reacties opriep in de vorige video over de S21. Maar alles is wel solid. Zo weet je bijvoorbeeld dat de software wordt geüpdate tot begin 2025. En misschien voelt het allemaal wat minder, maar de S21. Kost ook 150 euro minder dan de S20 5G van vorig jaar. En dat SD-kaartslot wat verdwenen is, ik snap het, het is een ding. Maar voor vijftientjes meer verdubbel je de opslag. De Apple betaal je voor zoiets bijvoorbeeld 120 euro. En wordt het sowieso niet eens tijd om eens een goede backup te maken van al je foto's en video's die je op je toestel bewaart, je dierbare herinneringen? Lijkt me veel veiliger om dat in de cloud te zetten of thuis even op een harddisk, dan dat je het de hele dag loopt mee te zeulen op je smartphone, die je elk moment kan verliezen. En dan het plastic. Ja, het is dat ik weet dat dit plastic is en dit glas, maar anders had ik het verschil niet gevoeld hoor, echt niet. En ja, en misschien is het iets kwetsbaarder. Nou, nah, swa. Moet je ze nu gelijk gaan kopen, die S21 en die S21 plus? Nou, als je kan uitstellen, zou ik zeggen, doe het lekker niet. Natuurlijk als je nu vooruit bestelt, krijg je van die gratis Buds Live draadloze oordoppen erbij. Heel oké okay, als je ze nodig hebt. Maar anders wacht tot april, dan zijn deze toestellen sowieso waarschijnlijk 100 euro goedkoper ongeveer. En dan weet je ook of de Xiaomi Mi 11 of de OnePlus 9 misschien wat voor je is. Wil je per se nu een Samsung? Ja, dan zou ik wel blind voor de S21 gaan. En bijvoorbeeld niet de S20 gaan kopen. Die is slechts 50 euro goedkoper nu ongeveer online. En krijgt een jaar minder lang updates dan de 21 Tenzij die S20 natuurlijk nu heel hard in prijs gaat zakken. Dan de Ultra. Ja, gelijk kopen als je het meest geavanceerde camera systeem wil of als je per se een hoge resolutiescherm wil hebben met een hoge verversingssnelheid of als je natuurlijk fan bent van de S Pen, want die kan je natuurlijk vanaf nu ook gebruiken op die S21 Ultra. In elk ander geval zou ik kiezen voor de S21+. En heb je nou een S9 of Note 9 of ouder? Ja, dan zou ik een upgrade zeker overwegen. Heb je een recente toestel? Nou, dan kan je nog wel een jaartje wachten. En omdat dit de laatste video is van onze stagiair Jeremy, wil ik graag in de comments allemaal complimenten voor zijn montage zien. Oké? Okay? Dag Jer, we gaan je missen. Tot de volgende video. Bye.